Niet opgeven, meisje. Het gaat goed. Je bent er bijna. Nog twee hindernissen. Naar links of rechts, wat ga je doen? Oeps. Nee, niet goed. Dat is goed. Zo. Jij bent een kleine, snelle dondersteen. Klap hoor. Hier, je hebt het verdiend. Eens kijken, 38 zestiende seconden. Verdomme. Mogen we je even storen, schat? Ja hoor. Nou, deze groep heb ik afgewerkt. Even de tijd opschrijven. 38.6. Wat is er, Liz? Douglas, dit is Shirley Kane, onze nieuwe typiste. Shirley, mijn man, dokter Douglas Harvey. Prettig met u kennis te maken. Goedemiddag. Heeft u wel eens meer wetenschappelijk werk gedaan? Nee. Ik heb in de supermarkt gewerkt. God, sta maar bij. Ik ben er zeker van dat Shirley binnen een paar dagen ingewerkt is. In een supermarkt moet je tenslotte ook erg precies zijn. We hebben wat extra hulp hard nodig. Doreen kan er niet meer aan. Ja, dat is ook weer waar. Wat is dat? Dat? Dat zijn witte ratten, zoals je ziet. We maken hier in de Canterbridge Foundation veel gebruik van proefdieren, Shirley. Vivisectie? Niet op deze diertjes. Mijn man doet wat intelligentietests met ze. Zie je dat, Doolhof? Om voedsel te krijgen, moeten ze hun weg in dat labyrinth vinden. En meneer Harvey noteert hoeveel tijd ze daarvoor nodig hebben. En de resultaten komen bij mij terecht, want ik ben statistica. Dat wordt trouwens ook een deel van jouw werk. Het tikken van verslagen met een hele hoop cijfers erin. En die cijfers moeten kloppen. Nou, denk je dat het zal lukken? Dat is net als in de supermarkt. Ja, veel verschil dat er niet mee. Zou je de weg naar kantoor alleen terug kunnen vinden? Oh, ja hoor. Naar buiten, het grasveld over en dan dat lange gebouw met die vreemde gordijnen. Juist. Nou, ga dan maar. Ik zie je straks nog wel. Tot ziens. Dat lange gebouw met die vreemde gordijnen. Oh, ik vind het zo raar. Je was niet erg aardig tegen de schat. Daar moeten we aan wennen. Zeg, Liz, ik geloof dat wij met het CF29-serum van Frank, dat antihistamine-serum, op de goede weg zijn. Significante resultaten? Nou, daar is nog te vroeg voor. Ik heb er vandaag 24 door het doolhof gejaagd. 12 hadden een injectie met CF29 gehad. En de 12 anderen fungeerden als controle. Ja. En die controles hadden gemiddeld 42 veertiende seconden nodig. En de geïnjecteerde groep... Wacht even, dan reken ik dat uit. Plus 38.6 gedeeld door 12. En die geïnjecteerde groep een gemiddelde van 30 veertiende seconden. Dat is inderdaad interessant. Nou, in ieder geval een langere serie waard. Hou of. Hoe snel kan Beasley 100 ratten leveren? Meteen, denk ik. Hij heeft een flinke voorraad. Prachtig. 50 controledieren en 50 geïnjecteerden met het CF29-serum van Frank. Wacht even, vriend. Je loopt jezelf weer voorbij. Als de statistica van dit instituut tolereer ik geen slordige methode. Ik eis een dubbele controle. Frank injecteert, ik hou de tijden bij... en jij weet pas welk dier wel en welk dier niet behandeld is... als je de serie afgesloten hebt. Onder de plak. Thuis en in mijn eigen laboratorium. En jij bent verwend. Thuis en in je eigen laboratorium. Nou, aan het werk. Want ik wil niet te laat thuis zijn vandaag. Frank komt eten, weet je nog wel? Nou, dat bedoel ik nou precies. Mag ik een slokje van jou, Frank? Gina, krijg moeilijkheden met je moeder. Dit is pure whisky, daar ben je nog veel te jong voor. Ik ben bijna 12 en papa zegt dat kinderen zo vroeg mogelijk met alcohol kennis moeten maken. Dat betekent een heel klein beetje wijn bij heel bijzondere gebeurtenissen. En probeer Frank nou maar niet op te praten. Hij is toch al veel te lief voor je? Dat deed ik niet. Ik was erg beleefd. Ja hoor, Gina, erg beleefd. Hoe gaat het op school? Oh, gaat wel hoor. Mama, mag ik met Julie gaan wandelen? Goed, maar 10 minuutjes hoor, dan gaan we eten. Nou, als papa dan al terug is. Hij is vervelend. Jij hebt gezegd dat hij vroeg moest zijn. Dat betekent nog niet dat jij te laat mag zijn. Anders moet ik jullie allebei een standje geven. Heb ik haar weggejaagd door over school te beginnen? Het is op dit moment een wat gevoelig onderwerp. Douglas was nogal streng voor haar sinds het laatste rapport. Sorry, dat wist ik niet. Ach, ze zal het je niet kwalijk nemen, Frank. Jij bent haar favoriete volwassene. Ik zou niet weten waarom. Omdat je een bijzonder sympathiek mens bent. Sympathiek? Sorry, Frank. Dat klonk inderdaad een beetje patroniserend. Zo was het niet bedoeld. Ik had moeten zeggen dat Gina, en wij ook trouwens, ons bij jou op ons gemak voelen. Jij voelt je bij iedereen op je gemak. Is dat zo? Ik misschien wel,
Maar Douglas loopt over de mensen heen zonder te merken dat ze er zijn. Dat geldt alleen als hij aan het werk is. Hij denkt nogal rechtlijnig. Maar jouw werk is even goed als het zijne en jij loopt niet over de mensen heen. Vind je het vreemd dat Gina zo op je gesteld is? Niet over mensen heen lopen is een nogal negatieve deugd. Jij? Negatief? Lieve Frank. Wat is Gina's moeilijkheid op school? In bijna alle vakken behoorlijk slecht. Douglas maakt zich zorgen over haar. Jij niet? Ja, natuurlijk wel. Maar ik geloof dat ze een laadbloeier is. Was ik zelf ook? Maar Douglas is doodsbang dat ze niet erg intelligent is. Het is niet erg academisch misschien, maar het is een schat van een kind. Een persoonlijkheid. Mijn god, academisch kunnen is niet alles. Voor Douglas het enige dat telt. En ongelukkigerwijs laat hij dat Gina heel goed merken. Jammer. Maar het is natuurlijk begrijpelijk, Liz. Hij is zelf briljant. En dat zijn zijn maatstaven. Hij wil het beste voor haar. Ach, je weet wel beter, Frank. Ze moet gewoon een verlengstuk zijn van de grote Douglas Harvey. Dat zou ik niet direct willen zeggen. Nee, jij niet. Je bent veel te loyaal ten opzichte van je vrienden. Nou. Als die familie van mij nu niet heel snel komt opdagen, is het eten verpieterd. Hé, hey, Frank. Huh? Het was geen kritiek van me. Niet veranderen, hoor. Veranderen mensen dan wel eens? Oh ja, heel vaak. Ach, nog net op tijd. Krijg je tenminste behoorlijk eten. Oh, schenk jezelf nog een drankje, Frank. Hou, oh, Judy. Liggen, koest. Mami, Judy heeft gevochten. Oh, maar jij ook zeker. Naar je kamertje wassen. Hallo, Frank. Hallo. Die hond. Alsof ze me geen weken gezien heeft en zwaar dat ze is. Ach, schenk mij ook een boerling, wil je? Aha. Oeh, ik ben bek af. Heeft Judy gewonnen? Ja, dat zal wel. Toen ik erbij kwam, was het al afgelopen. Heeft Liz jou al verteld over jouw CF29 en mijn ratten? Ja, eventjes. Maar het waren er toch niet zoveel? Een dozijn. Maar vergeleken met de controlegroep behaalden ze 30,4 seconden. En ongeveer 30% betere resultaten. Oh, dat is helemaal niet zo gek. Nee. Zeg, misschien zijn we dan toch iets op het spoor. Dat kan niet anders. Zou jij nog wat serum voor mij kunnen maken? Voor 50 injecties bijvoorbeeld? Ja, dat moet ik morgenochtend even nakijken. CF29 werd ontwikkeld als een antihistaminemiddel, weet je nog wel. Ja. En daar werken we aan. En de directeur heeft er zijn zinnen op gezet. En toen jij wat serum pikte om intelligentietesten met ratten te doen, was dat een secundaire toepassing wat hem betreft. Secundair, hij kan maar wat. Nee, Frank, ik weet zeker dat we iets heel belangrijks op het spoor zijn. Nee, wacht eens even. Dat bestrijd ik ook helemaal niet. Maar jij hebt monsters gekregen van alle middelen die het instituut ontwikkeld heeft. Als jij nu opeens grote hoeveelheden wilt hebben, waardoor de normale ontwikkelingen beïnvloed worden, dan hebben we de toestemming van de directeur nodig. Mm. Kijk, zelfs in kleine hoeveelheden hebben we dagen nodig om CF29 te maken. En de hoeveelheid die jij wilt hebben, gaat ten koste van mijn testproject. Goed. Morgen vroeg gaan we naar hem toe. Jouw steun heb ik. Nou, vooruit dan maar. Ik heb nog wel een paar andere dingen waar ik mee verder kan. Ja, mij helpen met de test. Ach, bijvoorbeeld. Ja, Liz had gelijk. We gaan een dubbele controle gebruiken. Jij injecteert, zonder mij te vertellen welke dieren je behandeld hebt. Zo. Nou hebben jullie wel genoeg over zaken gepraat. Ha. Aan tafel. Ja, ik heb honger. Nee, Frank, weet je, ik had zo'n voorgevoel over het CF29, hè? Het is het 28e middel dat ik gebruikt heb en het eerste waar we iets mee kunnen doen. Dag, mevrouw Havi. Ik ben net klaar. Wel, Shirley. Je werkt snel. Doreen en ik zullen het even nakijken. We mogen geen fouten maken. Nee, dat doen wij tweeën. Misschien ontdek ik een fout die ik gemaakt heb. Je weet nooit. Nou, nee hoor. U maakt geen fouten. Waar gaat het eigenlijk allemaal om? Hele hoop woorden ken ik niet en de cijfers begrijp ik niet. Nou, het is allemaal nogal verbijsterend. Weet je wat CF29 is, Shirley? Dat medicijn dat dokter Underwood uitgevonden heeft. Juist. En nou heeft mijn man ontdekt dat de ratten die je ermee injecteert intelligenter worden. Heel wat intelligenter. Gossie. 50 ratten kregen een injectie met CF29 en 50 niet. Mijn man heeft toen alle 100 ratten door die doolhofjes aan hem gevoerd. Gemiddeld losten de geïnjecteerde ratten de problemen 15% sneller op dan de andere ratten. Nou, daar komt het wel zo'n beetje op neer. Maar er zijn nog een paar andere dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld dat vrouwelijke ratten veel gevoeliger zijn voor het serum dan mannelijke dieren. De vrouwtjes werden 16% sneller en de mannetjes maar 14%. Ik wed dat die vrouwtjes sowieso al slimmer waren. Nou, ik wou dat ik het daar mee eens zou kunnen zijn, Shirley. Maar de cijfers geven geen significante verschil aan. Met significant
Bedoelt u groot genoeg om iets te bewijzen? Nou, kijk eens aan. Je begint ons vreemde taaltje aardig te leren. Als ik wat van het spul krijg, dan zou ik misschien nog vlugger leren. Hé, mevrouw Haffy, zou dit kunnen? Ik bedoel, als je dat spul, dat serum, aan een mens zou geven, zou het dan knapper worden? Er moet nog heel wat werk verzet worden voordat we daar een antwoord op kunnen geven, Shirley. We weten nog niet eens of CF29 wel veilig is voor mensen. Daar gaat meneer Underwood het komend jaar aan werken. Heel voorzichtige experimenten met vrijwilligers. Kijken naar bijeffecten, enzovoort, enzovoort. Ja, er is nog heel wat werk te verzetten. Maar wel interessant. Ja, dat wel. Oh ja, wat ik zeggen wou. Alles wat je hier in het instituut hoort en ziet, moet wel geheim blijven. Ja, anders pikken ze onze ideeën. Ja, ik zal er gek wezen. Ik hoor er nou toch ook bij. Ja, je hoort er heel erg bij, Shirley. In hemelsnaam, Gina, denk na. Nou, het gaat erom de onbekende te isoleren aan de ene kant van het gelijkteken, zodat je aan de andere kant de numerieke waarde krijgt. Begrepen? Ik geloof het wel, papa. Je gelooft het wel, je gelooft het wel. Ik zie niet in hoe ik het je duidelijker kan uitleggen. Nou, eerst, wat is de onbekende? X. Nou, dat weet je tenminste. Goed. En hoe ga je X isoleren? Wat betekent isoleren? Verdomme. Isoleren betekent op zichzelf zetten. Nou, hoe doe je dat? Gina, wees dan niet zo'n huilenbalk. Ik probeer het, papa. Ik probeer het te begrijpen. Godsam aan de hand. Ach, dat kind is stomzinnig. Stil maar, schat. Niet huilen. Hij heeft gelijk, mami. Ik ben stom. Maar natuurlijk ben je dat niet. Dat kan toch niet anders? Jij en papi zijn zo knap. En ik... Ach, kindje, toch. Rustig nou maar. Rustig. Ik heb mijn huiswerk vroeger ook altijd vreselijk moeilijk gevonden. Dat zeg je alleen maar om aardig te zijn. Nee, echt niet. Ik zal je een geheimtje vertellen. Ik heb ook wel eens gehuild. Echt waar, mami? Echt waar. En je moet proberen niet boos te worden op papa, als hij zo ongeduldig is, hè? Hij heeft heel hard gewerkt. En sommige mensen krijgen dan een slecht humeur. Nou, leg je werk voor vanavond nou maar weg. Ik moet het morgen af hebben. Zullen we het dan samen even bekijken? Goed. Papa zegt dat ik de X alleen moet zetten. Dat is goed. En het is echt niet zo moeilijk als het lijkt. Je snapt het heus wel. Nou, kijk eens. We weten dat deze kant even groot is als de andere kant. Ja, natuurlijk. Dat betekent het gelijkteken. Natuurlijk. Dat wil dus zeggen dat ze gelijk blijven als we dezelfde dingen met ze doen. Hetzelfde erbij optellen of vermenigvuldigen. Ze kwam een nachtzoen geven. Ze heeft me kennelijk vergeven. Douglas, jongen. Ik weet het, Liz. Ik weet het. Ik had niet tegen haar moeten schreeuwen. Nee, maar ze was ook zo traag. Nee, dat had je niet moeten doen. Afgezien van alles, je helpt er niet mee. Het verlamt haar denken en ze bevriest of raakt in paniek. Ze is niet dom. Als je het maar voorzichtig aanpakt. Ik ben geen pedagoog, maar op die school van haar worden de onderwijzers verondersteld het wel te zijn. Hoe komt het dan dat Gina niet eens het gemiddelde haalt? Maar dat zeg ik je toch voortdurend. Ze is een laatbloeier, net als ik. Jij rationaliseert. Je overdrijft je eigen herinneringen. En als je ongelijk hebt, is het binnenkort te laat voor Gina. Te laat waarvoor? Om een wetenschapsmens te worden net als wij? Dat zou totaal verkeerd voor haar kunnen zijn. Natuurlijk bedoel ik dat niet. Maar ze moet beschikken over een behoorlijke intelligentie. Of ze nou arts wil worden, of lerares, of voor mij maar tekenares. Wees nou eens reëel, Liz. Het meisje heeft toch een zwakke intelligentie? Ver beneden het gemiddelde. Haar schoolrapporten bewijzen dat toch? Die bewijzen helemaal niets. En als je het mij vraagt, bewijzen ze alleen maar dat ze doodsbenauwd is voor die eisen die haar o zo briljante vader stelt. Spijt me, Douglas. Maar zo denk ik erover. Nou, dan is het tenminste iets wat haar o zo briljante vader voor haar kan doen, hè? Ja, wat tactvoller zijn en wat vriendelijker. Goed, dat zal ik proberen. Maar dat is slechts incidenteel. Ik bedoelde iets op de lange termijn. Wat dan? Vertel ik je morgen wel. Waarom in hemelsnaam? Omdat ik Franks hulp nodig heb. Een hele geruststelling. Gina vindt hem aardig en hij behandelt hem verstandig. Ah, juist. Bovendien doet hij alles wat je hem vraagt. Want hij is verliefd op je. Wat zeg je? Ach, doe nou niet zo stom. Die man is toch gek op je? Al maanden. Ik hoop van harte dat je ongelijk hebt. Ik zou niet weten waarom. Jij bent mijn vrouw. En hij heeft veel te hoogstaande principes om er iets aan te doen. Jij bent dus volkomen veilig. Trouwe bewonderaars kunnen soms heel
nuttig zijn. Ja. Ik heb nooit geweten dat je zo cynisch zou kunnen zijn. Laten we eens aannemen dat je gelijk hebt. Denk je dan niet aan de gevoelens van Frank? Vind je het idee dat je vriend ongelukkig is prettig? Ongelukkig? Frank? Geloof dat maar niet. Hij is een geboren martelaar. Onbeantwoorde liefde is eten en drinken voor mannen zoals hij. Vind je mij nuttig? En Gina? Ach, Liz, doe nou niet zo melodramatisch. Je praat als een schoolmeisje. Jij bent mijn vrouw en Gina is mijn dochter. Ach, kom. Ik zal jou helpen met de afwas. Hè? Alleen maar om te bewijzen dat ik ook wel eens nuttig kan zijn. En kijk dan niet zo verdomde ernstig. Ik heb geen flauw idee, Frank. Iets voor Gina, zei hij, en we hebben jouw hulp nodig. Meer wou je niet vertellen voordat we alle drie bij elkaar waren. Maar waar blijft hij? Het is al over 10. Ach, je kent Douglas. Ja, maar ik moet aan het werk. Sorry, Liz. Zo meende ik het natuurlijk niet. Als ik Gina ook maar op de een of andere manier kan helpen, zal ik dat van harte doen. Ja, Frank, dat weet ik toch. En ik waardeer het heel erg. Ah. Oh, spijt me dat ik jullie heb laten wachten. De directeur hield me op. Sinds dat testrapport van jou is, kan ik geen kwaad meer doen. Nou, dat verbaast me niks. Het zou een doorbraak voor het instituut kunnen betekenen. Ik heb eens nagedacht over een aantal implicaties. Natuurlijk heb je dat. Ik ook trouwens. En daar wil ik het over hebben. Oh? Mm. Ik dacht dat wij over Gina zouden praten. Dat zullen we ook. Ik hoop dat jij niet bedoelt wat ik denk. Ja, ik begrijp jullie niet. Snel als altijd, hè, Frank? Dat is precies wat ik bedoel. Ik wil dat jij Gina een injectie CF29 geeft. Nee. Ben je gek geworden? Even rustig nou, jullie. Luister eerst naar me. Frank, jij en ik weten genoeg over ratten om te weten dat ze vaak op dezelfde manier op bepaalde chemische samenstellingen reageren als mensen. Daarom wordt een rat ook zo vaak in het laboratorium gebruikt. Mijn dochter is geen rat. Natuurlijk niet. Maar wat die rat geholpen heeft, kan ook haar helpen. En ze heeft hulp nodig. Ze heeft geduld nodig. En liefde en begrip. Niet een injectie met een onbeproefd chemisch middel. Is er met één van die 62 ratten die wij behandeld hebben iets met dan ook iets naars gebeurd? Oh, dat zijn ratten, geen mensen. Goed, het zijn ratten. Maar dankzij CF29 heel wat intelligenter dan ze aanvankelijk waren. En dat is alles wat er met ze is gebeurd. Frank is bezig met de voorbereiding voor een experiment met mensen. Hij heeft al een lijst met vrijwilligers. Dus hij vindt het ook niet zo riskant. Volwassen vrijwilligers. Geen 11-jarige kinderen. En wat is nou helemaal het verschil? Zij beslissen wat goed voor hen is en wij beslissen wat goed voor Gina is. Dat is onze plicht. Ja, onze plicht, ja. En ik heb mijn besluit al genomen. Nee. En als ik ja zou zeggen? Injecteer dat kind. En als haar moeder laat ik je vervolgen wegens poging tot moord. Doe toch niet zo dramatisch. Ik zal er heus niet injecteren. Dat gaat Frank doen. Ik ben bioloog, hij is arts. Het is zijn zaak. Technisch en ethisch. Ethisch. En nou houden jullie allebei even je mond en luister even naar mij. Douglas, ik ben het helemaal met Liz eens. Ja, dat zat erin. Ik zei luisteren. Schreeuwen helpt niet. Ik ben het met haar eens op grond van een aantal praktische redenen. Laten we eens aannemen dat jij Gina alleen maar wilt helpen. Ik dank u hartelijk. Dan nog denk ik dat het zowel fysiek als mentaal en moreel verkeerd is. Goed, goed, goed. Ik bereid een testprogramma voor met CF29 als antihistaminemiddel. Een testprogramma met volwassen vrijwilligers. Hetgeen betekent dat ik de risico's daaraan verbonden minimaal acht. Maar dat zijn, en ik herhaal het nog eens, volwassen vrijwilligers die een uitgebreide voorlichting gehad hebben en hun eigen beslissing genomen hebben. Het zijn allemaal biologie- of medicijnenstudenten en elk van hen leidt aan de een of andere allergie. Ze beschikken dus over 2 motivaties om dat uiterst kleine risico te nemen. Hun wetenschappelijke loyaliteit en, als CF29 inderdaad brengt wat wij hopen, het verdwijnen van hun allergie. Ieder van hen heeft een formulier getekend waardoor het instituut gevrijwaard wordt, behalve wanneer het misdadige nalatigheid zou betreffen. Geen van deze redenen is van toepassing op Gina. En bovendien is ze nog niet oud genoeg om dat formulier te tekenen. Dat is juist. Maar wij zouden jou toestemming kunnen geven voor alles wat jij als bevoegd arts zou willen doen. En als arts zou ik in dit geval negatief adviseren. En ik zal je vertellen waarom. Nee, Frank. Technisch gesproken zit jij fout. Gina heeft een allergie. Voor katten. Verdomme nog aan toe. Luister, Douglas. Als de uitvinder van CF29
weet ik nog niet of het geen gevaarlijke neveneffecten voor mensen heeft. Ik ben er bijna zeker van dat dat niet het geval is, maar om het te gebruiken bij een 11 jaar oud meisje moet ik absoluut zeker zijn. Behalve als het een kwestie zou zijn van leven of dood. En dat is het zeker niet. Zelfs haar gezondheid wordt er niet beter van, want ze is al door en door gezond. En haar intelligentie? Is dat niet even belangrijk als gezondheid? Ze is achter, Frank. En dat kan een even grote handicap zijn als suikerziekte of bijziendheid. Ach, ze is niet achterlijk. Op dit moment behoort ze bij de slechtere van de klas. Dat is alles. Dat is alles, zeg jij. En we kunnen er voor 90% zeker van zijn dat ze door een eenvoudige injectie die ongevaarlijk is, bij de beste gaat behoren. Mogen we haar dat ontnemen? We hebben niet het recht enig risico te nemen. Luister, Douglas. Ik zal alles doen wat ik kan. Ik kan het testprogramma natuurlijk niet forceren, maar ik zal er alles aan doen. En bovendien zal ik een maandelijkse serie van intelligentietests voor alle subjecten houden, ook bij de controlegroep, naast de normale allergietests. Als er dan na 6 maanden geen neveneffecten optreden en als CF29 de menselijke intelligentie inderdaad gunstig beïnvloedt en als Liz het ermee eens is, dan voel ik me ethisch gerechtvaardigd om Gina een injectie te geven. Dat kan ik accepteren, Frank. Dank je. En hoe lang duurt het voordat je met je testprogramma kan beginnen? Voor de vakantie lukt het niet meer. Over 1 week of 2 zijn al mijn subjecten verdwenen. Over 3 maanden dus. Plus 6 maanden, dat maakt 9 à 10 maanden. Nee, Frank. Nee. Ik waardeer je poging om tot een compromis te komen, maar Gina heeft nu hulp nodig. Ze bevindt zich op een kritisch punt in de schooltijd, waardoor haar hele verdere loopbaan beïnvloed kan worden. En nog iets anders. Jouw vrijwilligers mogen dan typische allergieleiders zijn. Hun IQ is bepaald niet typisch. Het zijn studenten. En dan nog de beste die er zijn. Jouw intelligentietest zou er niet maatgevend zijn. Het zou namelijk heel goed kunnen dat CF29 een laag IQ een flinke stoot omhoog geeft, maar een hoog IQ helemaal niet. Sommige proeven met ratten wijzen dat uit. Jouw vrijwilligers zullen hoogstwaarschijnlijk weinig intelligentieverandering vertonen. En het geeft jou dan weer een excuus om te kunnen weigeren. Dit neem ik niet, Douglas. Ik heb je een redelijk compromis geboden, waar Liz zich in kan vinden. En ik zou me eraan houden. Ik zoek echt niet naar excuses. Ja, maar ik ken jou toch, kerel. Jij bent net als Liz, hè? Verdomd goede onderzoekers als er geen emoties bij betrokken zijn. Maar in dit soort zaken denken jullie alleen maar met je lijf. En niet met je hoofd. Maar Gina kwam dan toch wel uit mijn lijf, weet je nog wel? En mijn lijf zegt nee. In de lente zou je weer nee zeggen. Een of ander excuus vinden. Laf zijn. Terwijl Gina jou moed nodig heeft. En Frank zou jou volgen. Nou moet je eens even goed naar mij luisteren. Avi? Ja, natuurlijk. Kom eraan. De directeur wil mij spreken. Denk er nog maar eens goed over na. Wie denkt hij eigenlijk wel dat hij is? God zelf. Liz. Als je je soms wilt verontschuldigen, nee. Frank, ik ben bang. Bang? Boos, ja, daar kan ik inkomen. Ik ook, verdomme nog aan toe. Er is toch niks om bang voor te zijn. Jij bent ook niet met hem getrouwd. Hij zei je toch geen pijn doen of zoiets? Oh, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat is zijn stijl niet. Ik bedoelde dat jij hem niet kent zoals ik hem ken. Nee, maar... Frank, hij heeft een besluit genomen. En daarvoor moet alles wijken. Hij zet zijn zin door, hoe dan ook. En jou dwingen? Dat geloof ik niet. Nee, nee, en jou zal hij ook niet dwingen. Maar hij is heel goed in staat om Gina zelf die injectie te geven. Maar dat zou... Geloof me alsjeblieft. Frank, heeft hij het serum? Hoeveel heb je hem gegeven? Heeft hij alles opgebruikt toen je de behandeling van de dieren overnam? Ik heb hem genoeg van de 1% oplossing gegeven voor 20 injecties. En hij zei dat hij er 12 gebruikt had. Waar is zijn gifkast? Die glazen kast daar. Verdomme, op slot. Ja, ik zie de fles. Nog half vol. Jouw sleutel, past die? Even kijken. Nee, helaas niet. Oh, ik probeer zijn sleutel te pakken te krijgen. Ik laat dat spul daar niet achter. Vanavond misschien. In godsnaam, Liz, wees voorzichtig. Hij zal razend zijn. Frank. 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 Liz, is het gelukt? Nee, nee. Oh, God. Ik had zijn sleutel. Hij verkleedde zich gisteravond en liet zijn sleutelbos in de kamer liggen. Ik zei dat ik even sigaretten ging halen en dat ik de auto nodig had. Hij grinnikte en zei, natuurlijk schat. Hij wist het. Ik weet het zeker. Hij lachte me uit.
Toen ik in het lab kwam, was het CF-29 verdwenen. Hij heeft het verborgen. Je had dus gelijk. Kan niet anders. Hij gaat Gina die injectie zelf geven. Gisteravond heb ik hem geen kans gegeven. Vanochtend ook niet. Ik ben voortdurend vlak bij de gebleven. Maar dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Nee. Hij speelt het heus wel klaar. God. Hij heeft alle troef in handen. Gina is verkouden. Als hij haar een injectie geeft, zal hij wel zeggen dat het tegen de verkoudheid is. Frank, wat moet ik in godsnaam doen? Er is een manier. We moeten doen alsof we het met hem eens zijn. Zeggen dat we erover nagedacht hebben en dat we zullen doen wat hij zegt. Maar ik geef Gina dan een injectie met iets neutraals. We moeten gewoon toneel spelen. Ja. Oh, Frank, ja. En hij gelooft ons. Hij zal geloven dat hij ons overtuigd heeft. Daar is hij arrogant genoeg voor. Oh, de hemel zij dank. Wat is er? Het lukt niet, Liz. Het was een goed idee, maar het lukt niet. Waarom niet? Kijk, ik heb er geen rekening mee gehouden dat Douglas vrijwel alles over CF-29 weet. Ik heb het hele vrijwilligersprogramma met hem doorgesproken. Liz, het serum heeft een kleine, zij het ongevaarlijke bijwerking op de samenstelling van het bloed. 24 uur na de injectie bekijk je een bloedmonster om te zien of het werkt. Dat is een routineonderdeel van het testprogramma. En Douglas weet dat. Het is absoluut zeker dat hij een bloedmonster van Gina wil bestuderen. En als hij ziet... Sorry, Liz. Het was een aardige gedachte. Het kan wel. Maar hoe dan? Frank, ik heb dezelfde bloedgroep als Gina. Maar... Jij geeft Gina een neutrale injectie en mij een dosis CF-29. Daarna laat je mijn bloedmonster aan Douglas zien, alsof het van Gina is. Dat komt hij nooit te weten. Nee, Liz, ik laat jou dat risico niet lopen. Ik ben gewoon een van je vrijwilligers. Ik weet waar het om gaat en ik ben heus in staat om zelf een beslissing te nemen. Ik ben zelfs een uitstekend proefpersoon. Een wetenschapsvrouw en allergisch voor tomaten. Geloof je dat het CF-29 mij zal helpen? Ik voel er niets voor. Maar wat kun je er nou tegen hebben? Je hebt toegegeven dat CF-29 veilig is voor volwassen vrijwilligers. Volgens jou zijn de risico's minimaal. Je hebt er nu een vrijwilliger bij, dat is alles. Probeer je daar maar eens uit te praten. Liz, verdomme, je hebt gelijk. Het is waarschijnlijk de enige mogelijkheid. En dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat mijn intelligentie zoveel groter wordt dat Douglas het merkt. Een zekere mate van voorzichtigheid is wel geboden. Waar is dat voor, Frank? Ik vind prikken in mijn arm zo vervelend. Het is zo klaar. Even stilzitten. Auw! Nou, rustig maar. Zo, dat is gebeurd. Dat deed toch niet zo'n pijn, hè? Niet erg. Maar waar is het voor? Jij weet toch wel dat je altijd gaat niezen, hè? Als de poes bij je op schoot komt zitten. Ja, ik ben allergisch. Juist. Kijk, nou heb ik misschien iets uitgevonden waardoor dat overgaat. Ik beloof natuurlijk niet, maar we kunnen het proberen. Oh ja. En hoe vaak moet ik me in mijn arm geprikt worden? Nog maar één keertje. En morgen moet ik een beetje bloed uit je vinger halen. En volgende week nog een keer. Maar dat is alles, dat beloof ik je. Gelukkig. Oh, ik wilde niet brutaal zijn, hoor. Je hebt me bijna geen pijn gedaan. Echt niet. Ik weet toch wel dat jij niet van injecties houdt. Ik trouwens ook niet. Ja, maar jij bent dokter. Wat heeft dat er nou mee te maken? Doktoren zijn toch ook mensen? Sommige dingen vinden ze prettig, andere niet. Net als andere mensen. Ik wilde niet... Jij vindt mama aardig. Natuurlijk vind ik mama aardig. En papa. En jou. Ja, maar mama wel heel erg. Ja, dat vind ik fijn, hoor. Want papa is vaak erg onaardig tegen haar. Gina, zulke dingen mag je niet zeggen. Oh, maar ik bedoel niet dat hij gemeen is. Hij heeft het vaak te druk om aardig te zijn. Hij denkt zoveel, weet je. Met jouw IQ zit het wel goed, jonge dame. IQ, dat is een spelletje om te kijken hoe knap je bent. Mm-hmm. Juffrouw Stevens zegt dat het een spelletje is. Maar iedereen doet er altijd zo moeilijk over. Het kan anders best leuk zijn. Zullen wij het eens spelen? Ja, leuk. Wanneer? Nou, dan maken we een speciale afspraak voor jij en ik samen. Hm? Zaterdagochtend om 10:00. Dan gaan wij samen het IQ-spelletje spelen. Oh, dan maak ik een kopje koffie voor je. Dat doen vrienden altijd op zaterdagochtend. Liz en jij zijn goddank wat redelijker geworden. Eigenlijk had ik het niet verwacht.
Wat geweest is, is geweest. We waren allemaal een beetje opgewonden. Zoals ik al zei, jullie zijn veel te emotioneel. Misschien. De bloedproef van Gina al gedaan? Liz haalt haar vanmiddag uit school en brengt haar dan regelrecht naar mijn laboratorium. Ah, goed, goed. Trouwens, Frank, zoals jij met dat kind omgaat, hè? Het enige onderwerp van gesprek vanochtend was jullie IQ-afspraak voor zaterdag. Alsof ze voor het eerst met een vriendje uit zou gaan. Nou, ik vind haar erg aardig. Mag ik eens kijken? Natuurlijk. Hier. Aan deze knop draaien tot je het goed ziet. Voorzichtig hoor. Rossie, is dat mijn bloed? Allemaal rode steentjes. Ja, en als je goed kijkt, moet je ook nog een paar witte zien. Die zijn wat groter. Ja, daar. Oh, daar nog één. Dat zijn jouw soldaten. Die vechten tegen bacteriën. Eten ze op. Oh, kan je er niet een paar bacteriën bij zetten? Dan kan ik het zien. Nee, dat kan niet. Je zei dat je naar papa's witte ratten wilde kijken. Oh ja. Dankjewel voor het kijken, Frank. Niks te danken, hoor. Zo. Nou jij, mag ik je hand? Zo, al gebeurd. Schiet op. Hij komt hierheen. Hoe weet je dat? Oh, een gevoel. Oh. Zo. Jouw bloedmonster onder de microscoop. Ik gooi dat van Gina in de afvalbak, hè? Een ogenblikje. Even scherp stellen. Zo. Ja. Ja, kijk maar. Typische CF29 reactie. Oh, inderdaad. Oh, Douglas. Kom eens kijken. Het bloedmonster van Gina? Ja. Duidelijk, hè? Ah, typisch. En geen negatieve verschijnselen. Dat kunnen we nu nog niet beoordelen. Zullen we het beste er maar van hopen. Tot nu toe is in ieder geval alles in orde. Goed gedaan, Frank. Nou, ik moest maar eens naar mijn kamer gaan. Gina heeft onmatig veel belangstelling voor de ratten. Straks zijn ze allemaal door het gebouw. Frank, kom jij vanavond een borrel drinken? Graag. Oh, zeg, dat is maar goed dat jij dat voorgevoel had. Hij had ons bijna op heterdaad betrapt. Ja. Liz. Ik... Is er iets? Nee, natuurlijk niet. Frank. Oh, Frankie. Hé, Liz, wat is er? Niets. Sorry. Zomaar een rot gevoel. Eventjes. Die borrel vergeet je niet, hè? Vanavond. 9:00. Ja, dat is goed. Nou, dat ging toch geweldig? Betekent dat dat ik al knapper geworden ben? Volgens mij ben jij heel knap. En dat komt omdat je je nu niet bezorgd maakt. Als je je geen zorgen maakt, is het helemaal niet zo moeilijk om te denken. Ja, dat weet ik wel. Maar als iedereen je zegt hoe belangrijk het is, dan ga ik me vanzelf zorgen maken. Ja, dat begrijp ik wel. Maar de volgende keer denk je gewoon aan vanochtend en dan gaat het vanzelf. Dan laat je de mensen maar praten. Heb jij papa wel eens laten praten? Daar heb jij gelijk in. Maar hij meent het goed. Nou, goed onthouden, geen zorgen maken, hè? Goed. Oh, dag Liz. Oh, leuk. Dan kan ik voor ons allemaal koffie zetten. Met suiker en melk, Frank? Zwart met een klein beetje suiker, graag. En ik alleen met een beetje melk. Ik kan heel goed koffie zetten. Dat is inderdaad juist. Het ging goed, hè, Frank? Ja, dat kun je zeker aan onze gezichten zien. Natuurlijk. Je hebt te leren ontspannen, waardoor ze betere resultaten bereikt. Maar Douglas zal wel denken dat het aan het CF29 ligt. Ja. Ik ben me ervan bewust dat het er in eerste instantie om gaat om Douglas te overtuigen. Maar ik ben erg blij dat het zo goed gaat met Gina. Een 8% hogere score is niet mis. Heb ik je dat dan al verteld? Wat vertelt? 8% hoger. Dat klopt. Natuurlijk heb je dat gezegd. Toen ik zei dat het goed ging, zei jij dat ik het aan jullie gezichten kon zien en dat het resultaat 8% hoger was. Dat zei je toch? Ik begin vergeetachtig te worden. Ik zou best eens een IQ-test met jou willen doen. Ik zou graag willen weten wat voor een effect CF29 op jou heeft.
Nou, gisteren heb ik wat tomaten gegeten en ik heb nergens last van. Nou, dat is in ieder geval wat. Arme Frank. Door al dat IQ-gedoe zouden we vergeten dat het eigenlijk om een middel tegen allergie gaat. Geen punt hoor. Ik vind het leuk. Net wat je zei, ik voel me bij haar op mijn gemak. En zoveel geluk is er ook niet in je leven. Waarom zeg je dat, Liz? Ik weet het echt niet. Stom van me. Neem me niet kwalijk. Waarom zou ik? Zeg, waar blijft die overheerlijke koffie eigenlijk? Nee, niet procent, pro rato. Hoe weet u dat? Wat? Ik tik net procent en u zegt dat het pro rato moet zijn. U heeft gelijk. Oh, puur toeval. Ik lees mijn aantekeningen door en zat hardop te denken. Het heeft niets met jouw werk te maken. Nou, het is met toeval wel. Ik vind het wel gek, u niet? Ja. Mevrouw Haffy, voelt u zich wel goed? Ja, jou hoor, Shirley. Ach, ik heb een paar nachten niet zo best geslapen, dat is alles. U werkt te hard. Mijn moeder zegt altijd een glas warme melk voor je naar bed gaat. Nou, dat moet u ook eens doen. Ik zal het proberen, Shirley. Dank je. We moeten echt doen, hoor. Blijf je de hele nacht doorlezen? Ach, natuurlijk niet. Ik lees alleen het hoofdstuk even uit. Ja. Dat is anders een verdomd lang hoofdstuk. Nou, vooruit. Dat is nou bepaald onvriendelijk van je. Nou, lezen in bed als je man zich uiterst amoureus voelt is dan zeker wel aardig. Zet die radio's af. Nee, alsjeblieft, Douglas. Wat is er nou de laatste dagen met jou aan de hand? Ben ik mijn mannelijke charme soms kwijt? Nee, natuurlijk niet. Ik ben er niet voor in de stemming. Wat gebeurt er al meer bij vrouwen? Heb je anders nooit veel last van gehad? Nou, vooruit, Liz. Nee. Beetje meer enthousiasme, hè? Nee. Verdomme nog aan toe. Wat is er met jou aan de hand? Ik wens niet gebruikt te worden. Oh, dat is geen iets nieuws. Ja. Ja, 13 jaar huwelijk zeker. En het heeft helemaal niets met Frank te maken. Heb ik dat soms gezegd? Dat hoefde je ook niet. Je gezicht. Oh, dan heb je goede ogen. Terwijl je frigide naar het plafond ligt te staren. Ik ben niet frigide. Dat zou ik tot voor kort ook niet hebben willen beweren. Nou, het spijt me wat ik zei over Frank. Maar jij bent erover begonnen toen je zei dat hij verliefd op me was. Ik dacht dat je wilde suggereren dat ik... Ach, je had slechter kunnen kiezen. In elk geval is Frank te veel heer om jou te gebruiken. Inderdaad. Nou, ik ben geen heer. En daarom maken we mij beter dat ik in een logeerkamer ga slapen. Liz, ik begrijp je niet. Waarom wil je de tweede injectie niet hebben? Ik wil het gewoon niet. Alsjeblieft, Frank, vraag me niet. En Douglas dan? Je hoeft het toch niet te weten? Je kunt doen alsof... Maar waarom in 's hemelsnaam? De tweede injectie is een normaal onderdeel van de procedure. Het heeft een stabiliserend effect. Het zou onverstandig zijn om het niet te doen. En hoe doen we het dan met de tweede bloedmonster? Het kan me niet schelen. Ga zitten, Liz. En probeer wat te kalmeren. Het spijt me. Daar zit jou iets dwars. Iets ergs. Kun je het mij niet vertellen? Goed. Ik zal het je vertellen. Dat serum, CF29 van jou. Frank, dat verdomde serum heeft me telepathisch gemaakt. Liz, je bent gespannen. Je hebt hard gewerkt. Je verbeeld je dingen. Dat kan niet anders. Geloof je dat, Frank? Pak eens een stuk papier. En schrijf 6 willekeurige getallen op. Ik zal me omdraaien. Goed, als je dat wilt. Klaar. Neem de getallen 1 voor 1 in je gedachten. Maar... Alsjeblieft, Frank. Goed.
28. 3. 71. 11. 40. 57. Mijn God. Geloof je me nu? Alles is goed. Dat weet ik. Bovendien dacht je net even aan een discussie met een collega over de mogelijkheden van telepathie. Die collega heette overigens Pieter. Hij geloofde niet in telepathie. Jij wel. Stop, Liz. Alsjeblieft, niet meer. Begrijp je nu? Waarom ik die tweede injectie niet wil hebben? Al die gedachten die voortdurend op me worden afgevuurd. Het spijt me, Liz, maar zonder die tweede stabiliserende injectie gaat het gewoon niet. Er is geen sprake van een versterking van het effect van CF29. Het gaat erom om het bloed immuun te maken voor eventuele bijverschijnselen. Laat het me uitleggen. Frank, het heeft geen zin. Wat heeft geen zin? Als je zo klinisch en technisch gaat doen, probeer het jezelf te verbergen. Lieve Frank, ik weet dat ik inbreuk maak. Noem het zelfs heiligschennis. Maar begrijp je het niet? Ik kan het niet helpen. Dat is wat er met me is gebeurd. Je weet dus dat ik van je hou. Ja. Dat weet ik. Sinds mei vorig jaar. Het begon op een ochtend toen ik je het medisch weekblad terugbracht. Het was niet de bedoeling dat jij erachter zou komen. Ook dat weet ik. Ik heb het recht niet. Douglas is je man, mijn vriend. Hij houdt van je. Houdt van me? Ja, natuurlijk. Dat zie je toch aan hem? Weet je wat het afschuwelijkste van deze hele zaak is geweest, Frank? In staat te zijn zijn gedachten te kennen. Oh, God. Aanvankelijk dacht ik net zo over hem als jij. Ik dacht, hij is arrogant, egoïstisch, denkt niet aan een ander. Maar dat zijn slechts elementen van zijn genie. Ik vergaf hem alles omdat ik geloofde. Omdat ik geloofde dat hij van me hield. Ik ben niets meer of minder dan een nuttig voorwerp. Een intelligent publiek. Een efficiënte huisvrouw. Sociaal aanvaardbare partner. En een redelijk aantrekkelijk lustobject. Liz. Waardoor die niet al te vaak ontrouw hoefde te zijn. Overspel kan bijzonder ingewikkeld worden, weet je. Zo nu en dan kan het echter bijzonder stimulerend werken. Hij heeft nu een oogje laten vallen op Shirley. Maar is een beetje bang voor de loyaliteit ten opzichte van mij. Hoewel, de vorige secretaresse is het ook gelukt, dus waarom haar niet? Hou op, Liz, hou op. Frank, geloof jij dat ik een goede echtgenote ben? Geloof je dat ik overtuigd ben van het huwelijk? Loyaliteit? Je weet wat ik denk en geloof. Dat kan je inderdaad wel zeggen. Maar begrijp je nu waarom ik me smerig voel? Alsjeblieft, Frank. Vergeef het me. Ik heb niet het recht jou te belasten met al mijn zorgen. Maar ik moet praten, anders zou ik gek worden. Ik ben bang dat luisteren alleen niet genoeg is. Nee. Het is vreemd. Al dat gedoe omdat we het bij de ratten verkeerd beoordeeld hebben. Ja. Natuurlijk. De CF29 werd hun intelligentie helemaal niet hoger. Ze werden telepathisch. Ik weet wel dat zij totaal andere reacties hebben, minder bewust. Maar door de injectie pikten ze bepaalde gedachten van Douglas op, waardoor ze in het labyrinth hun weg konden vinden. En omdat het zo snel ging, trokken wij de verkeerde conclusies. Telepathische ratten. Ja. Je hebt gelijk. Een andere verklaring is er niet. Maar hoe moeten we Douglas vertellen zonder... We kunnen het niet vertellen. We zullen zonder hem door moeten gaan. Dr. Underwood, wilt u deze brief even tekenen? Wat voor brieven? Aan de vrijwilligers, de bevestiging van de afspraken. Oh, dat is goed. Vindt u het niet vreselijk opwindend? Hoe bedoel je? Oh, ik weet best dat het gaat om medicijnen tegen allergie. Maar misschien worden ze ook knapper. En als dat lukt, dan kunt u iedereen behandelen en knap maken. Nou, dat is toch iets geweldigs? Iets waar we heel goed over moeten nadenken. Vergeet u de brieven niet? Ze moeten om 4 uur op de post. Uit de mond van kinderen en dronkaards. Oh, God, Frank. Zelfs de eenvoudigste consequenties hebben we nog niet overdacht. Begrijp je het dan niet? Ja, de vrijwilligers. Mijn God,
Dat kan niet. Telepathie op de wereld loslaten. Nee, dat kunnen we niet doen. Denk na, Frank. 1 injectie en iedereen wordt telepaat. Als het geheim helemaal bekend is, zal niets het meer tegen kunnen houden. En is de wereld daar rijp voor? Nee, absoluut niet. Nog lang niet. Liz, we moeten het CF-29 vernietigen. Alles, onmiddellijk. Ik verzin wel wat bewijzen waardoor we kunnen waarmaken dat het gevaarlijk is voor mensen. Ik kan de ratten van Douglas behandelen waardoor ze doodgaan. En de schuld geven aan CF-29. Ik verafschuw leugens in de wetenschap, maar als we hiermee door zouden gaan, zouden we misdaad begaan. Nee, het zou een zonde zijn in de meest letterlijke betekenis van het woord. Nu kunnen we het toch tegenhouden. Die leugen zal nooit ontdekt worden. Behalve door Douglas. Ja. We zullen het moeten vertellen. God. Maar we moeten het doen. We hebben geen keus. Hij is zo nauw bij het hele onderzoek betrokken. Hij zou er meteen achterkomen dat we de zaak bedonderen. Ik ga nu naar hem toe. Ik zal hem alles vertellen. Ook over Gina. En wat we gedaan hebben. Alles. 9, 25, 80, 12, 29. Grote God. Mijn reactie. Voldoende bewijs, Douglas. Het is verbijsterend. Waar denk ik nou aan, Liz? Aan het benzineverbruik van de auto. Toen je vanochtend tankte, heb je uitgerekend dat die 1 op 13 liep. Precies. En wij maar denken dat het om een verhoogde intelligentie ging. Maar dat is niks. Dit is ongelooflijk. Liz, als ik een boek lees, kun jij dan woord voor woord vertellen wat ik lees? Douglas, dat zou tijdverspilling zijn. De afgelopen 4, 5 dagen heb ik niets anders gedaan dan het volgen van jouw gedachten en die van Frank en van Gina en van Shirley. Van iedereen met wie ik in contact gekomen ben. Ik kan er niet aan ontkomen. En ik heb echt geen tijd voor goocheltjes. Nee, goed, 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 goed. Frank, jij en ik zijn de volgende. Haal dat serum. Opgeborgen in de vergifkast en daar blijft het totdat ik het vernietigd heb. Vernietigen? Wat bedoel je? Wij gaan alles vernietigen, tot en met de laatste druppel. En dan zorgen we voor bewijzen waaruit blijkt dat het gevaarlijk is voor de mens. En niemand laat 1 woord los over wat wij werkelijk ontdekt hebben. Zijn jullie helemaal gek geworden? Dat zouden we zijn als we hiermee doorgingen. Ik zal doodvallen als ik begrijp waar je het over hebt. De grootste wetenschappelijke doorbraak sinds de ontdekking van het vuur. Dit is geen vuur, dit is dynamiet. Een mentale atoombom. Verdomme Douglas, denk na. Als dit bekend wordt, betekent het iedereen of niemand. En dat houdt in iedereen. Omdat het dan niet meer tegen te houden is. En daar is de mens niet klaar voor. De mensheid wordt waanzinnig. Is Liz soms waanzinnig geworden? Dat heb ik mezelf afgevraagd. Ach, natuurlijk niet. Het is volkomen normaal. Omdat zij een stabiele, intelligente vrouw is. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar veel meer kan ze niet hebben. Maar wat gaan we doen met de neurotici, de misdadigers, de fanatici, de psychopaten? Hij reageert weer emotioneel. Er moet een methode te ontwikkelen zijn waardoor zij die het niet aankunnen, het niet krijgen. En wie gaan dat beoordelen? De bureaucraten, de dictators in spe? Dat zou geweldig zijn, hè? Geregeerd worden door een uitverkoren telepathische elite. Emoties, emoties. Verdomme nog aan toe. Jullie zijn 2 pessimisten die iedere uitvinding na het wiel betreuren. Maar zoiets als dit is ook nog nooit uitgevonden. Nee, verdomd. Jij hebt gelijk. En wij hebben het uitgevonden. Ik vergeef jullie dat spelletje met Gina. Huh? Frank, ik neem jou zelfs niet kwalijk dat jij verliefd bent op mijn vrouw. Dat is allemaal niet meer belangrijk. Samen hebben wij de grootste uitvinding aller tijden gedaan. En bij God, we gaan het toepassen. Nee! Ja. Maar ik zal jullie tegemoet komen. We doen het heel voorzichtig. Eerst injecteren we onszelf. Dan weet ik hoe ik de directeur moet hanteren om dan direct naar de minister te kunnen gaan. Nee, we vernietigen het serum en de formule en we houden onze mond dicht. Voor nu. En altijd. Oh, jullie. Jullie stomme tortelduiven. Hé, hey, Douglas, waar ga je naartoe? Liz, alsjeblieft. Geef hem een beetje tijd. Hij zal inzien dat wij gelijk hebben. Geloof je dat? Oh, Frank. Ik kan het niet meer verdragen. Stil nou maar, hè. Stil nou maar. Het gaat alweer. Frank, kan jij je voorstellen wat het is? Ruzie te maken met je man en zowel zijn gedachten als zijn woorden te horen. Hij is gek.
bezeten, Frank. Wat moeten we doen? We zullen met de directeur moeten praten. Hoeveel mensen kennen de formule? Ik, de directeur. En verder hebben alleen de typisten het gezien. Ik geloof dat we het nog kunnen tegenhouden. Frank, mag erna. Snel, hij gaat zichzelf injecteren. Maar hij heeft niks meer. Hij is naar jouw lab gegaan. Hij wil de kast openbreken. Hij heeft ons ingesloten. Forceer het slot dan, vlug. Ja, dat kan niet. Het zijn dubbele sloten. Oh, God. Wat een stommeling ben ik toch. Ik probeerde zijn gedachten buiten te sluiten. Maar ik had moeten blijven luisteren. Hij is in je laboratorium. Kijk naar de kast. Liz. Dat wordt zijn dood. Wat bedoel je? Dan maar door het raam. Ach, dat lukt je niet. Het is te hoog. Het moet lukken. Het moet. Liz. Het serum is in mijn kast. Het is puur geconcentreerd. Voor een injectie moet je het 100 maal verdunnen. Douglas weet dat niet. Het concentraat kost hem zijn leven. Hij heeft het al in zijn hand. Hij heeft de kast opengebroken. Hier kom ik nooit door. Liz, vooruit. Bel mijn lab. Misschien neemt hij de telefoon aan. Hij vult de injectiespuit. Lukt het? Hij heeft besloten niet te antwoorden. Te laat, Frank. Hij heeft zichzelf geïnjecteerd. Het is nog niet te laat. Er is een antistof. Blijf bellen. Kom maar weer hier. Hij komt terug om ons te vernederen. Kan je hem bereiken? Kan je hem zeggen dat hij zich moet haasten? Ik heb het geprobeerd. Het gaat niet. Maar Liz, hij heeft die antistof nu nodig. Het gaat om secondes. Hij komt eraan. Hij wil het ons zo snel mogelijk vertellen. Daar is hij. Douglas! Douglas! Maak die deur open! Maak die deur open! Te laat! Ik heb het! Niets kan ons meer tegenhouden! Vlug! Terug naar mijn lab! Waarom nou? Vooruit, kom mee! Wat gebeurt, zeg ik je toch? Ik heb mezelf geïnjecteerd met het concentraat, stommeling! Wat bedoel je? Doorlopen! Je moet blijven bewegen totdat we hebben kunnen injecteren met de antistof. Nee, ik laat me niet tegenhouden. Als we het niet doen, ben je dood. Dood? Frank, wat bedoelt ze? Jij hebt het concentraat gebruikt. Je had jezelf met een oplossing van 1/100 moeten injecteren. Dat heb ik jou gegeven voor de ratten. Dat heb ik ook Liz gegeven. Het concentraat is dodelijk. Oh, mijn God. Dat wist ik niet. Als jij gifkasten van anderen openbreekt, kan je zoiets verwachten. Bewegen, kerel. Vooruit, kom mee. Kan niet. Je moet! Mijn benen! Kom! Je kunt het wel, kom! Het is niet ver meer. Lopen! Bewegen! Bewegen! Ik haal het nooit! Blijf bewegen, natuurlijk wel! Ik haal het nooit! Oh. Liz, jij blijft op het passen. Masseer zijn hart. Ik haal de antistof. Frank! Kom terug! Liz, alleen zo kunnen we... Hij is dood! Dat weet je nog niet zeker! Jawel. Ik voelde zijn gedachten wegvallen. Hij bestaat niet meer. Slaapt Gina? Ja. Het arme kind was uitgeput. Na de eerste schok heeft ze zich geweldig gehouden. Ja. Het was ook alleen maar een schok voor haar. Hij had haar liefde al lang geleden verspeeld. Hoe heb jij je gehouden? Geen problemen. Ik heb de directeur verteld dat Douglas zichzelf wilde injecteren met CF29 om het IQ-effect te onderzoeken. Dat ze daarom ruzie hadden en dat Douglas naar mijn lab gelopen is en de gifkast heeft opengebroken. Hij injecteerde zich met het concentraat zonder zich te realiseren dat... dat is allemaal waar, behalve dan het IQ-gedeelte. En er is genoeg bewijsmateriaal om mijn verhaal te bevestigen. Dood door ongeval. Meer kan de rechtercommissaris er niet van maken. Shirley heeft gehoord dat de kast opengebroken werd... en dat Douglas alleen mijn laboratorium uitkwam. Waarom vraag je het eigenlijk? Je weet toch wat ik denk en doe? Dat is waar... Maar ik wil er niet te veel de nadruk op leggen. Je weet wat ik gedaan heb om CF29 te vernietigen. En je weet ook dat niemand er ooit achter zal komen. En ik weet ook dat je 50 cc mee naar huis genomen hebt. En waarom? Heb je er bezwaar tegen dat ik het hardop zeg? Misschien dat ik me dan prettiger voel. Maar natuurlijk, lieve Frank... Ik ga mezelf injecteren. Jij en ik zullen de enige zijn. Het geheim zal ons geheim zijn.
Douglas is overleden. En als we twee normale mensen waren, zou ik maanden wachten om je dan heel langzaam en voorzichtig het hof te maken. En ik zou je accepteren. Het is alleen maar eerlijk dat ik je dat zeg, zelfs nu. Ik weet alles over en van jou. En ik kan je niet zo aan jezelf overlaten. Ik hou van jou, Liz. Ik weet wel dat je dat niet hoeft te vertellen, maar ik hou nou eenmaal van de klank van woorden. Ik ook. Geloof me. Ik ook. Onze toekomst, dat is wij samen. Daarom moet ik mezelf die injectie geven. Ik moet zo zijn zoals jij bent. Ik vraag me af of we het kunnen overleven. In de afgelopen dagen heb ik geleerd wat het betekent open te zijn voor de gedachten van andere mensen. En ik kan het je niet vertellen. Net zo min als jij een man die zijn hele leven blind is geweest, kan vertellen wat zien betekent. Aanvankelijk dacht ik dat ik zou sterven. Echt, Frank. Ik dacht dat ik mentaal doodgeslagen zou worden. Maar dat gebeurde niet. Je bent te sterk. Of misschien te veerkrachtig. Maar ik heb wel begrepen dat ik ermee kon leven. Maar of twee mensen, open voor elkaar, hoeveel ze ook van elkaar houden, ik weet het niet. Ik ben bang. Bang voor ons allebei. Ik ook. Maar wat kunnen we anders? De dingen laten zoals ze zijn? Een eenrichtingsverkeer? Dat zou mislukken betekenen zelfs voordat we eraan begonnen zijn. Het klassieke motief van de sterveling die zijn lot verbindt aan de godin. Hij vernietigd, zij gekwetst. Maar dat andere, het licht dat naar twee kanten schijnt. Misschien treden wij wel in een licht dat te fel is voor een sterveling. Weten doen we het niet, maar het is onze enige hoop. De injectiespuit zit in je zak, nietwaar? Gevuld. Ja. Ik wacht op jouw beslissing. Je neemt afscheid van de normale, veilige wereld. Dat heb jij een week geleden al gedaan. Dat weet ik. Het is hier erg eenzaam. Ik wil daar samen met jou zijn. Hoe gevaarlijk het ook mogen zijn. Het betekent in ieder geval een einde van de eenzaamheid. In ieder geval bestaat hier niet. Dat bestond ook niet bij Adam en Eva. En? Liefste. Je arm, Frank. U luisterde naar Het Labyrinth, een hoorspel geschreven door Stuart Farrer en vertaald door Bob Villiers. De rolverdeling was als volgt. Dr. Douglas Harvey, Hans Vierman. Elizabeth Harvey, Bruni Henke. Gina Harvey, Nelleke Knechtmans. Dr. Frank Underwood, Hein Boele. En Shirley Klein, Carrie Tefsen. De regie had Jacques Besançon.